Een hele ontzettende goede zondagmorgen, deze morgen. Welkom lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zo, zondagmorgen. Oh, gesport. Even een barretje naar binnen gegooid. Lekker. Wow. Ja, ben we even naar de sportschool geweest. Lekker. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er vanmorgen eigenlijk niet zoveel zin in om te gaan. Ik weet niet, ik was een beetje aan het twijfelen. Waarom? Afgelopen maandag ben ik bij huisspecialist geweest. Daar heb ik op mijn arm een plekje weg laten halen. Ik heb dat al eerder verteld ergens in een vlog. Dat ik daar een plekje heb die weggehaald moest worden. Dat is afgelopen maandag gebeurd. En dan is er natuurlijk onderhoudse hechtingen en hechtingen. Dan is het eigenlijk niet zo heel erg aan te raden om überhaupt te gaan sporten. Eigenlijk. Anderhalf week zou ik ongeveer, wilde ik eigenlijk zelf aanhouden om niet te gaan sporten. Maar ja. De rest van de week heb ik ook gewoon gewerkt. Overigens was mijn allerlaatste week bij Quality Service. En dan ga ik per 1 februari beginnen bij het COA in Graven. Maar goed, de afgelopen week gewoon de hele week gewerkt. Daar heb ik eigenlijk nergens last van gehad van mijn arm. Dus ik had zoiets van, dan kan ik net zo gaan sporten. En dan misschien maar iets minder op de biceps trainen of iets dergelijks. Van, ja, je wilt het ook niet gaan opzoeken dat die zeker de... Het gaat natuurlijk niet alleen over de zichtbare hechting die aan de bovenkant zit, maar ook de onderhoudshechting, dat moet ook goed zijn. En als ik die door omstandigheden zeg maar kapot trek, ja, dan wordt dat niet goed. Dan komt het er niet goed uit te zien. Dus dat is de voorzichtigheid die je eigenlijk moet hebben. Dat zei jij ook, van, je moet even oppassen, want de onderhoudshechting die... Die blijft daar vaak langer zitten voordat het echt goed geheeld is dan de bovenhuidshechting. Maar goed, net tijdens de trainingen heb ik er eigenlijk weinig van gemerkt. Dus helemaal goed, ik ben er helemaal trots mee. Zo, en ook vandaag gaan we dus weer beginnen met de competitie. De competitie start na de winterstop. We mogen vandaag tegen Nemelaar. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. We hebben in ieder geval het gras was gisteren sneeuwvrij gemaakt. Of het kunstgras was gisteren sneeuwvrij gemaakt. Dus in de hoop dat er vandaag prima bij ligt. Ik mag aannemen van wel. En dan kunnen we een wedstrijd spelen. Dat scheelt natuurlijk weer dat we wel kunnen spelen op kunstgras dan wanneer je nu gewoon gras zou hebben. En afgekeurd wordt. Want ik zag regelmatig voetbalwedstrijden afgelast worden bij de KNVB. Nou, daar hebben we nu last van. Dat houdt ook in dat je dus dan met inhalers, inhaalwedstrijden, dat wij dan niet hoeven te spelen. Terwijl anderen die nu afgekeurd zijn of afgelast zijn, die moeten dan wel een keer spelen. Nou, dan geniet je mogelijk van een extra weekend rust. Nou, dan zou je kunnen zeggen, je hebt nu dan ook rust. Klopt. Ik heb toch liever dat we gewoon spelen. Anders wordt je programma alleen maar drukker. Dan krijg je wedstrijden achter elkaar, door de week inhalen misschien. Dat wil je eigenlijk niet. Nou is Nemelaar op zich nog niet zo heel erg ver, dat is in Haren. Dus is, door de week is dat in principe nog redelijk te doen. Maar je wil het eigenlijk gewoon liever niet. Je wil het gewoon niet. Dus ik ben blij dat we in ieder geval kunnen spelen vandaag. Het wordt wel weer frisje op de bank, want het gaat waaien. Dus gaan we even een lekker thermootje aantrekken. En dan gaan we kijken wat er vandaag wordt. Ik zit trouwens op dek. Ook even iets moet gaan doen aan mijn haren. Want dat wordt ook te lang. En iets waar te voor staat, zeggen ze altijd. Dat is nieuw. Behalve als iets te koop is. Zo, nou. Zijn we dan weer thuis?
Nogmaals, het was even een kort gesprekje. Ik kon overal doorrijden, helaas. Normaal gesproken moet ik bij stoplicht wel een keer stoppen of zo. Hoeft nou niet, dus dan ben ik eerder klaar. En dan gaan we naar binnen. Nou, het voor gezien. Dan zeg ik eventjes duimpje omhoog, even abonneer op dit kanaal. En dan zie je de volgende keer terug. En dan zeg ik, tjoe, Bierman. Die komt nog even langs lopen.